Vijf kandidaat-Kamerleden hebben staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker opgeroepen om toch naar de Maartenschool te komen. Om te bekijken wat de gevolgen zijn van bezuinigingen op het speciaal onderwijs. Verschillende Kamerleden brengen deze week een bezoek aan de school in Ubbergen. Maar Sander Dekker zegt daarna een eerdere toezegging toch af. Sander Dekker, zoals je ongetwijfeld weet, is passend onderwijs een van de grootste zorgen voor leraren. Want alle leraren willen het beste onderwijs voor hun leerlingen. We hebben hier in Ubbergen een prachtige school, de Maartenschool, voor leerlingen met ernstige beperkingen. Die hebben grote problemen en die zitten dringend te wachten tot jij langskomt om die problemen te bespreken. Ja, Sander, ik begrijp werkelijk niet waarom je daar überhaupt niet aan voldoet. Want er zitten 250 leerlingen op jou te wachten. Dus kom snel hier naar Nijmeegse toe. En laat zien dat je er ook om geeft. Ja, kom gewoon langs. Bij voorkeur 9 februari in de ochtend, dan kunnen we elkaar de hand geven. Beste Sander, Nijmegen omgeving is niet alleen de oudste omgeving van Nederland, maar ook de mooiste. Maar het belangrijkste is dat deze school er staat en die heeft jouw aandacht nodig. En kom gewoon koffie drinken. Het CWZ is in gesprek met zorgverzekeraars VGZ en ZZ om minder patiënten op te nemen. Doel daarvan is betere zorg te leveren voor patiënten die wel worden opgenomen. Dit zorgt ervoor dat de omzet van het ziekenhuis daalt. Ook het Radboud UMC is bezig met een project voor betere zorg voor de patiënt. Het CWZ wil het proces nu gaan versnellen. Patiënten zullen nu eerder behandeld worden door de huisartsen zelf in plaats van in het ziekenhuis.